Oh ja. Dat begint een ballonnetje zich op te blazen. Het is een beetje alsof er een kat ligt te snorren op je schoot. Wist jij dat 56% van de Drenthe aangeeft zorg het belangrijkste thema te vinden tijdens deze verkiezingen? Nou, ik wist het niet, maar de zorgmedewerkers hebben nogal wat te verduren gekregen. Denk aan corona. Maar houden ze het nog wel vol? Mevrouw Bouma de Vries? Goedemiddag is het ondertussen, geloof ik. U bent net klaar met werken. Ja. Trekt u het nog een beetje? Jawel. Maar het is wel intensief momenteel. De werkdruk is dus op de werkvloer wel enorm toegenomen. Ja. Wat voor vervelende situaties levert dat op? Nou, het vervelendste is nu dat we gewoon mensen moeten zeggen van we kunnen de zorg niet bieden. Hè? En dan komen ook andere partijen weer in het gedrang. Want als wij de zorg niet kunnen bieden, dan moeten mensen of in een verpleeghuis blijven, of ze blijven langer in het ziekenhuis. Hè? Dus dan is ook die doorstroom in die hele zorgketen is gewoon niet gewaarborgd. En dat is wel een groot probleem. We hebben ons busje geparkeerd voor het Schepersziekenhuis en we zijn hier met Jaron Tichelaar van Partij Jong. Het is gelukkig een grote bus, dus we kunnen een beetje afstand houden. Hoe zien jullie de toekomst van de zorg? Ja, wat je nu ziet is dat ziekenhuizen deuren moeten sluiten, dat spoedeisende hulpen gaan sluiten. Dat zorg eigenlijk soms wel verder weg dan ooit lijkt. En volgens mij is dat een trend die we samen moeten gaan keren. Maar als we het hebben over die werkdruk onder werknemers, hoe moet die omlaag? Dan kijken we eigenlijk naar een tweetal zaken. Enerzijds weer die preventie. Ervoor zorgen dat mensen niet in een later stadium pas in het ziekenhuis komen. Dat zorgt inderdaad dat de werkdruk voor de zorgmedewerkers minder hoog wordt. En ten tweede is dat we studenten gaan inzetten om de werkdruk te verlichten. Dus met het vaccineren rondom corona gebeurt het ook. Waarom doen we dat niet vaker? U bent natuurlijk van de partij Jong. Wat hebben jongeren hier nou precies aan? Nou, ik denk dat het voor jongeren ook heel erg belangrijk is dat je in een regio waar je wil wonen, dat daar zorg beschikbaar is. Nu zie je dat heel veel jongeren wegtrekken naar regio's waar ze werk kunnen vinden, maar waar ook zorg is. Maar jongeren hebben toch naar verhouding veel minder zorg nodig? Een kraamafdeling die hier bijvoorbeeld is gesloten, dat is iets waar vooral dan de jongere mensen last van gaan hebben. Dus ook jongeren hebben zeker zorg nodig. Wat zou u graag zien in een nieuw kabinet? Ja, nou, wat zou ik graag zien? Ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat er voldoende aandacht blijft voor de zorg. Hè? En dat mensen ook zien wat wij doen en daar ook een stuk waardering voor uitspreken. En dat mag ook financieel zijn natuurlijk. Het zou ook nog mooi zijn als daar nog iets in gebeurt. Als we het hebben over de toekomst van de zorg, hebben we het over nieuwe technologie. En dat kunnen we hier in het Huis van de Toekomst in Assen zien. Wat we hier gaan zien is de nieuwste technologie die de komende jaren gaat worden uitgerold. Ja. En waar moeten we dan specifiek aan denken? Nou, je kan aan heel veel dingen denken. Je kan aan robotdieren denken. Dit apparaat, de Sondox. Dit is een apparaat waar mensen heel rustig van worden, omdat je meegaat met de ademhaling hierin. Probeer maar eens. Oh ja, dat begint een ballonnetje zich op te blazen. Het is een beetje alsof er een kat ligt te snorren op je schoot met veel gewicht. Ja, word je er ook rustig van of niet? Ja, je past je ademhaling aan. En zo'n apparaat, als we daar naar kijken, hoe kan dit nou ervoor zorgen dat de werkdruk in de zorg naar beneden gaat? Als mensen rustiger worden, als ze dit ding gebruiken, dat natuurlijk ook veel minder vraagt van mensen die zorg verlenen. En heb je in de toekomst kunnen kijken? Een beetje. Ik weet in ieder geval wat we morgen gaan doen. En dat heeft alles te maken met nieuwkomers en oudgedienden. Tot dan!